Hoi, leuk te kijken in deze video. Welkom bij dit eetdagboekje. Ik dacht, het is weer eens tijd om te laten zien wat ik ongeveer op een dag eet. Omdat er toch wel een aantal stapels veranderd zijn. Hoogstwaarschijnlijk vooral dat ik nu bijna geen vlees eet. Of eigenlijk geen vlees meer eet. Dat ik vegetarisch ben geworden. Daar zit meer een deel van het verschil in. Ik begon 's ochtends altijd met een eiwitshake van ijskoffie, proteïne. Met een afgekoelde koffie met water en dan zeker collageen erin. Dat doe ik nu niet meer. Ik heb nu als ontbijt een yoghurtje. Als je eetdagboekjes leuk vindt, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan ga ik eens even mijn ontbijt laten zien. Hieronder zit 150 gram Alpro Soja High Protein yoghurt. Ik vind hem vrij hoog in vet, dus ik ga proberen te kijken of ik een andere kan vinden die wat lager is in vet. Want als vegetariër zijnde is vet eigenlijk best wel wat makkelijk om te eten. En proteïne toch wat lastiger. Ik heb 20 gram havermout, 10 gram chiazaad, 100 gram bevroren blauwe bessen. Je zou het natuurlijk ook met verse blauwe bessen kunnen doen. En 10 gram, ja, in dit geval hagelslag, omdat ik dus geen vegan chocola meer heb. Dus dit gaan we lekker mengen en doen. En dan is dat mijn ontbijtje. Het is een beetje een stapel. Ik doe het soms ook met de yoghurt of de Alpro Soja kwark, moet ik zeggen. Met witte druiven en dan cranberries, walnoten en amandelen. Maar dit is echt wel ook super lekker. Ondertussen is het 11 uur, een beetje later weer als dat ik had bedacht. Maar ik had natuurlijk ook best wel laat ontbeten, omdat ik niet kon ontbijten voordat de kinderen naar school moest brengen. Want ik had gisteravond de trommeltjes niet gevuld. Zo zie je maar een soort van domino effect. Ik ben bezig nu met de administratie voor Pascal. Ik zie natuurlijk echt super gefrustreerd aan mijn haar aantrekken en dat doen. Super. Maar ik zal even twee mandarijntjes eten, zodat ik in ieder geval mijn vitamintjes binnen heb. Vitamine C ook heel erg belangrijk natuurlijk. En dan heb ik in ieder geval iets van fruit op vandaag voor de lunch. Dat probeer ik eigenlijk altijd wel te doen. Een soort van ochtend tussendoortje. Terwijl ik dan de rest van de rekeningen ga inboeken. Dan ben ik weer een beetje op schema qua eten, denk ik. Want dan kan ik vanaf hier gewoon weer om 12:30 en dan zit ik weer in een normaal ritme. Dus ochtend tussendoortje is twee mandarijntjes. Voor de lunch heb ik gekozen voor twee boterhammen, waarvan ik er eentje dubbel belegd heb met vegetarische boterhamworst. En daaronder natuurlijk vegetarische boter. En daarna had ik een boterham met hagelslag. En om het allemaal af te ronden heb ik ook een aantal handjes met Tommy tomaatjes. Ik doe er altijd een stuk of, nou ja, twee handjes zal het zijn, een stuk of 10 of zo. Ik probeer dat niet te tellen. Ondertussen is het bijna 3:30 en ga ik aan mijn middagsnack beginnen, wat de vegan protein bar gaat zijn. De salted caramel flavor. Ik vind deze super handig om wat meer eiwitten binnen te krijgen. Ik merk nog steeds dat vegetarisch eten meestal niet zo heel erg veel eiwitten bevat ten opzichte van de andere macro's. Zodat ik heel gauw over mijn vetten heen ga en over mijn koolhydraten wat minder snel, maar ook wat makkelijker. Eiwitten haal ik bijna nooit, tenzij ik dit soort fratsen ga uithalen. En dit zijn andere. Normaal gesproken heb ik die waar een chocoladelaagje mee zit met nootjes. En ik weet niet of ze deze veranderd hebben, omdat het een vrij recent nieuwe lijn is bij de Body & Fit. Of dat ik simpelweg gewoon de verkeerde heb besteld, maar deze zijn het niet. Deze ga ik opsnacken en dan heb ik niet van mijn eiwitten binnen. Ga ik om de kinderen. We moeten vanavond op tijd eten. Ik denk al om 4:45 of zo. Omdat Logan naar kickboksen moet. En dat was ik even vergeten. Ik heb het gevoel dat nu alle maaltijden super dicht op elkaar zitten. Dus dat is een beetje jammer. Maar op zich kan het geen kwaad. Ik heb wel een beetje trek ondertussen. Plus dat ik weet dat ik, als we Logan bij kickboksen hebben gebracht, ga ik een rondje wandelen. Dat duurt ongeveer 3 kwartier tot een uur. En dan kom ik terug, dan leg ik ze op bed en dan ga ik sporten. Dus super fijn. Dus ik heb gewoon alles nodig. Dan kan ik daarna altijd nog wat eten. Maar goed. Oké, let's snack. Dus is het 5:00 en ga ik aan het eten beginnen. Een beetje vroeg. Dat is echt het vervelende van dinsdagavond is dat Logan kickboxen heeft vanaf 6:00. En dat is echt een Hij is op dit moment bezig met zijn typcursus. Dus mocht hij gescheld worden op de achtergrond, dat is het. Maar goed, hij is er bijna, dus we gaan even mee door. Vanavond eten we een broodje hamburger. Ik heb broodjes. Met hamburgers, obviously. En ik eet dus de vegetarische hamburgers. Ik zal het even bij elkaar. Ik zelf eet de wheat burgers. De Dutch wheat burger.
van, wat is het? De Dutch Weed. Umami Masters. Deze vond ik vaak lekkerder als de Beyond Meat Meatless Burger. En de rest van het gezin eet gewoon de grillburgers. Dat vind ik heel fijn. Ik doe er een groene Caesar salade bij. En dan ja, de broodjes. En dan hebben we toch een lekker maaltje. We eten nu wel allemaal tegelijkertijd, want Pascal gaat morgen naar de boerendemonstratie in Schroep. Dus dat is 2 uur 15 verzamelen. 2 uur 30 wegrijden. En dan om 3 uur weer ergens anders verzamelen. En dan gaan ze met die hele groep naar Schroep. En door de MVM. Ik snap, ik ben zelf degene geweest. Nee, ja, je moet gaan demonstreren. Voor degene die niet weet, Pascal is boer. En morgen is het 22 juni. En dan gaan ze op 23 juni. De woensdag dat ze gaan demonstreren tegen het nieuwe stikstofbeleid. Dus ja, je moet wel gaan. Ik vind go big of go home. Ik bedoel, het heeft met jouw akkerbouwbedrijf ook te maken. Dus ja, je moet gewoon. Ik vind gewoon dat je moet gaan. Ondanks dat ik ook het idee dat het niet heel veel gaat uithalen. Als je niks doet, haalt het sowieso niks uit. Dus je moet heel vroeg naar bed. Dus je vindt het ook helemaal prima dat we op tijd gaan eten. Dus ik ga broodjes snijden. Gaan we doen. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. So be so put your gevlogd. Anders als ik het laat zien dat het weer avondeten was, kan natuurlijk nog wel een extra schep salade. En daarna van koffie gedronken. Toen ging ik met Lowen naar kickboksen. Die zou daar buitentraining hebben. Al dus zijn vader. Die zit in de groepsapp daarvan. En toen was ik echt aan het zoeken waar het precies was. Want het zou dan bij het strand zijn. En ik heb hem uiteindelijk gebeld. Dus ik zie echt gewoon helemaal niemand waar jij het pinnetje hebt gedropt. En wat is er nu aan de hand? En toen ben ik gewoon teruggereden naar waar het normaal gesproken is. En toen was mijn zoon dus gewoon dik. Een kwartier te laat. Want bleek dat voor de kinderen dus niet buiten te zijn. Hallo, maak je herrie. Dus dat was een beetje jammer. En daardoor kon ik ook niet meer wandelen. Want de wandeling die ik daar heb, die duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. En we waren dus een kwartier te laat. Dat ging hem niet worden. Dus ik heb meer van wat e-mails bekeken en weggedaan enzovoorts. Toen heb ik ze op bed gelegd, dus. En toen ben ik gaan sporten. Dat heb ik nog een stukje gefilmd. En dat was een beetje awkward. Want normaal gesproken is Pascal gewoon na het avondeten weg. En dan komt hij om 10:30 s'avonds thuis. En ik heb hem vandaag al meerdere keren gevraagd. Goh, ben je van plan om in naar bed te gaan? Of hoe laat ga je naar bed? Omdat hij er vannacht dus om 2 uur uit moet. Omdat hij dus naar de demonstraties mee gaat doen met zijn trekker. Dus en dan zei ik van nee, ja, ik ga wel iets eerder naar bed, maar het heeft dan niet zoveel zin en een beetje nachtje doorhalen.
En die vent stond om 19:30 die zijn boterham klaar te maken in zijn pyjama broekje. Ja, hij gaat toch wel eerder naar bed. Oh. Maar onze slaapkamer is echt recht boven de kamer waar ik sport. Boven onze woonkamer, zeg maar. Dus dat ga je over. Dus ik moest hem met oordoppen in doen en het ging niet lekker. Jullie konden het zien. I was struggling. Ik vond gewoon niet van pijn in mijn oor. Ik was ook mijn handdoek vergeten, maar ik kwam niet meer naar buiten. Vanuit de kamer en dan weer terug. Dat maakt natuurlijk heel veel herrie. Dus nou ja. Net nog even een aflevering van New Amsterdam gekeken. Het is ook serieus op televisie, zag ik voorbij komen. Maar ik ben gewoon vanaf seizoen 1 aan het beginnen. En nu heb ik net een lange broek weer aangedaan. En dan ga ik even de hondjes uitlaten. In case you're wondering, dat doe ik om de beurt. Ik loop met iedere hond 20 minuten. En dan doe ik het even afwisselen. Ik ga het eerst met Boris en dan daarna met Donna. Want als ik ze allebei heb, het kan wel. Maar dan vind ik het niet ontspannen. Het is voor mijn arm ook niet ontspannen, want ik word soms echt een soort van gevierendeeld. Dus ik ga niet om de beurt met ze. Ik denk als ik het vaker zou doen, dat het dan steeds beter gaat. En ik probeer het ook af en toe wel. Maar als ik het echt ga doen voor mijn ontspanning, zoals nu, dan wil ik het liever gewoon om de beurt. Dus dat ga ik doen. Zoals jullie gezien hebben, heb ik ook na de sporten trouwens van die protein bites genomen. Een stuk of 4, 5. Ik heb niet echt geteld. Ik was vandaag niet echt aan het tracken. Het is een beetje een dag die ik wel vaker op die manier eet. En ik kom vanaf een vrij heavy food weekend. Hè, met 2 keer barbecue enzovoorts. Dus ik was nog niet heel erg van plan om heel erg streng te doen vandaag. Misschien dat ik morgen het echt weer eens een keer in een dagboek zet. Maar ik probeer het niet iedere dag te doen. Om te voorkomen dat ik heel restrictief ga eten. En heel veel eetregels ga geven aan mezelf. Dus dat. Voor de rest heb ik heel de dag water of cola light of frisse kleren op. Ik kom zeker aan mijn 2 liter op een dag. Dat heb ik natuurlijk iedere keer niet laten zien. Maar het drinkt dus wel. En 2 kop koffie. Dat heb ik dan ook wel weer op. That was everything I was going to eat. Want als ik de hond heb uitgelaten, ga ik ze in de bed doen. En dan ga ik ze ook douchen in de bed. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vinden jullie eetdagboekjes leuk? Geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Mocht je nog leuke video's hebben die je graag van mij zou willen zien, laat het dan in de comment achter. Dan kan ik ermee aan de slag. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!